dit wordt wel onze meest serieuze video ooit. Centrum waar we heen gaan. Ergens, we kennen u niet eens. We vertrouwen gewoon blindelings mensen die we niet kennen. Klopt, dat is best wel raar. We vertrouwen blindelings op Ghost Hunters. Oh, die grote weg op de paal. Wat is voor een gat hier zo? Nee, kap, kap, kap. Oh my god. Oh, what the fuck, man. Is dat voor spelen? Nee. Dat is spelen. Goeie. Nee! Spelen. En nu denk ik. Zie maar op de vijf staan. Als je op de vijf staat. Ik heb kippenvel, man. Ja, ik hoorde het ook. Wat is dat stand, toch? Ik zweer, ik hoorde het stand. Wat is dat dan? Ik ook, ik zweer het. Ik ook. Ik zat niet bij. Oké, maar voor hun is het echt over. Hier, vechten? Staat hier. Ik wil nog even. Mag hij? Oké, luister dan. Wat we vandaag doen is wel heel ziek eigenlijk, hè? Sorry. Dit wordt wel het engste ooit al. Ja. Dat zeggen we elke video. Nee, maar dit wordt echt eng. Dit wordt echt eng. We gaan op pad met echte Ghost Hunters. Dat is heel leuk. Gaan we het weer zeggen. Dit wordt echt de engste ooit. Nee, bro, dit wordt... We zijn 1 jaar geleden zijn we hun tegen op een verlaten plek. Nee, we waren helemaal niet bang hoor. Nee hoor. Gaan jullie hierheen? Ja. Wat gaan jullie hier doen? Ghost Hunter. Nee joh. Nee joh. Oh, ja, dat was het lot en nu gaan we verder. Jij was daar niet bij. Nee, daarom ben ik daarom. Jij was daar niet bij. Hou je tering bij. We moeten alleen nog even het vosje ophalen, want Tajula gaat niet mee. Of course. Ja, Tajula is er altijd. Hier. De twee Ghost Hunters zouden ons meenemen naar een van de grootste verlaten plekken waar we ooit zijn geweest. Een oude verlaten legerbasis met veel historie. Let's go. Hey, ga je mee? Wat heet Vossen? Sweeper niet stelen! Sweeper niet stelen! Pranked! Oké, luister. Oké. Hier voor ons rijden onze vrienden. Wat ik zei, hier voor ons rijden dus de Ghost Hunters. We zijn met z'n tweeën. We zagen ze net op de parkeerplaats, zeiden volg ons. Dus we gaan nu achterna rijden. Vanaf nu ligt ons lot in de handen. Ja, man. Ik ben nu bang. Kijk, normaal bepalen we zelf wat we gaan doen. Ja. Maar toch? Ja. Nu gaan we gewoon mee. We kennen u niet eens. We vertrouwen gewoon blindelings mensen die we niet kennen. Klopt, dat is best wel raar. We vertrouwen blindelings op Ghost Hunters. Kijk, er lopen ook allemaal mensen. Er lopen hier overal fuck, mensen. Ouwe? Allemaal gang, nou het is hier niet, het is een beetje een luchtgebruik op de buurt. Een beetje aan de buurt al. Inderdaad, daar lopen hier allemaal mensen. Wat fuck loopt hier? Shit, wat die angst is, misschien zijn dat geen eens mensen, pik. Misschien zijn dat geen geesten. Maar het zijn allemaal van die mega. Oh, misschien zijn dat geesten al. Wat zijn dit voor mensen? Lijkt wel alsof ze ergens vandaan komen. Logisch, maar. Wat is hier een grap? Wat? Ja, grap. Kijk, maar hij wil je uitstappen. Gaan we hier staan? Hou op hoor. Ik kan mijn auto hier niet laten staan. Gaap, wij gaan brood. Nee, we moeten geen huis aanmaken als we hier. Ja, maar wacht even. Oh ja, ze zeiden wel dat er stil. Wacht, wat doen al die mensen hier aan? Oké. Daar zijn we dan. Dus we gaan met jullie mee vanavond. Ja. Jullie gaan met ons mee. Ik weet niet hoe lang. Hoe lang je dit durft. Nou, hoe lang doen jullie dat normaal gesproken dan? De laatste keer 6 uur. Hebben jullie hier 6 uur rondgelopen? Dat meen je niet. 6 uur, de hele nacht. Dit is net als vissen. Je kunt hier een dag zitten en je hebt niks. Oh. En je kunt hier ook gewoon urenlang en dan heb je weet ik veel hoeveel te pakken. Maar hoe bedoel je te pakken? Wat voor dingen heb je? Schimmen, dat soort dingen, geluiden, dingen die rondvliegen en vallen. Dat meen je niet. 2 weken geleden zijn we hier geweest en toen ben ik bekogeld geworden door... Iets. Ik trek dat aan. Je hoeft niet aan. Dus dan moeten we bij jou uit de buurt blijven. Ja, gewoon bij mij uit de buurt blijven, dan komt het goed. We kunnen een stukje alvast naar binnen lopen. Ja, laten we dat doen, voor de zekerheid. We trekken een beetje veel aandacht hier. Als jullie weggaan, dan verdwalen jullie, ja. Dus niet gaan rennen. Ik zal je niet weggaan. Is het echt zo groot? Ja, echt. Een paar hectare groot. Wat was dat niet van 21 hectare gelopen? 21 hectare? Ja. Wat? Dus raak je voeten even goed opstellen. Ik was een man, hè.
Oh ja. Maar er is hier gewoon een huis met licht. Ja, dit is. Hier zit de adviespersoon. Oké, maar zij trekt dat dus aan. We blijven bij haar uit de buurt. Ja. Normaal voelt het altijd alsof we met een groep zijn, toch? Ja. Als we met 5 mannen, ja. Voelt het alsof we met 7 man zijn. Ja, maar nu zijn we met 7. Nu zijn we met 7 man. Wacht, wat is het verhaal hier? Wat gaan we hier dan nu meemaken? Nou, dit is ten eerste, was vroeger in 1881 stond hier een kasteel. Die staat hier nog, helemaal achterdoor. Die is zo ver afgebrand, het hele dak is eigenlijk ingezakt en zo. Dat is echt te gevaarlijk. In 1940 hebben de Duitsers dit overgenomen toen ze hier binnenkwamen. En die hebben hier een legerbasis ingebouwd. Dit legerbasis is dus volledig gebouwd door de Duitsers eigenlijk. En van hieruit hebben ze, want dit is een vliegbasis, van hieruit hebben ze dus ook bombardementen naar Londen gedaan. Nee joh. Dat is dus hier allemaal geweest. Dat is wel interessant. En hoezo zouden hier dan geesten zijn bijvoorbeeld? De eerste bewoners, daar is de zoon van verdwenen. Die had 2 zonen en die zoon, een daarvan is gewoon verdwenen. Die weet ook maar die woonde op deze legerbasis? Die woonde eigenlijk in het kasteel. Oh. Toen dit nog kasteelterrein was. En de tweede bewoners van het kasteel, die hadden dus 3 zonen en daar is er ook een van hier op het terrein gestorven. En zover wij hebben gevonden, uitgevonden, zou die verdronken zijn in de vijver hier. Nu vertelden ze ons over een app die ze gebruiken waarin duizenden woorden zitten die entiteiten kunnen gebruiken om met ons te communiceren. Dit was een van de vele tools die ze gebruikten. Ze hebben er nog veel meer bij zich, die je later zal zien in de video. Het zijn wel al vaak specifieke woorden. Dus als je een vraag stelt, je krijgt gewoon een antwoord. Oké. Okay. Dat soort dingen allemaal. Je kunt gewoon een antwoord krijgen. Ja. Wacht even, wat denk jij? Wat denk jij hiervan? Geloof jij hierin? Ik weet niet, man. Het is een app, weet je. En weet je wat ze allemaal gaan doen dan? Ja. Er zitten zoveel vogels die jullie net wegvliegen opeens. Zijn jullie eigenlijk wel eens bang? Eigenlijk niet. Vaak gebeuren er dingen en dan reageer. Wat was het? Een deur ging open en dicht. Ja. Waar wij in de zaal stonden. Dat is ook in dat gebouw. Oh, en, kijken er gewoon allemaal naar. We hebben echt zoiets van. Hey, de deur gaat open en dicht. Wow. Dit is totaal niet bij mij weg, hoor. Wij gaan wegrennen. Ja, wat jij zegt. Super, kan jij weer even filmen? Ik heb een vlieger. Wacht, zo. Een dode vlieg. Kan ik deze lens even lezen? Ik heb een vlieger. Een echte vlieg of een dode vlieg? Waarom doe je dat dan? Oei, Sjan. Oh. Hij gaat nu in hem. Zo, er schoot echt een vlieg in mijn keel. Ja, gewoon. Ik zie het aan je hoofd. Oh, dit is groot. Ja, dat hoor ik. Aan die kant ligt de asielzoekers staan. Oh. En die grote weg moet hier staan. Oh mijn god. Shit. Gaat het? Er zit gewoon een gat hier zo. Siebe viel uit het niets in een gat dat onmogelijk te zien was omdat het bedekt was met bladeren, etc. Zie hier nog even het perspectief vanaf de GoPro op mijn hoofd. Die ligt daar. Oh mijn god. Shit. Waar heb je... Oeh. Ah, maat. Holy shit, ouwe. Gaat het? Gewoon echt, ouwe. What the fuck? Had jij die camera vast? Ja, man. Ik heb de camera. Waar is de camera? Hier, man. Ik moest filmen. Content. Maar het is nog veel dieper dan dat je viel, ouwe. Hey, bro. Je hebt geluk, hè. Ik zweer het. Ja, man. Dit was lijp, ouwe. Gaat hij of niet? Ja, het gaat wel, man. Het gaat wel. Het is niet open, of wel? Nee, maar je bent echt een schaam, ouwe. Je hebt geluk, man. Ah, het gaat. Ja, ben je oké? Okay? Iemand heeft een vliegje ingeslikt, iemand is aan een gat gevallen. Inderdaad, Sean. Dit was geen goed voorteken van deze avond. En niks bleek minder waar. Gaat het? Ja, het gaat wel. Ja, ik tril wel helemaal nu. Waar kan ik? Ja, deur. Tering 1, gast. What the fuck? Ja, man. Ja, nee, is okay. Hij is van mij. Oeh! Die ziet het, man. Ik zweel. We moeten echt op hem letten, man. Ja, maar gaat het niet helemaal goed met mij. Gaat het of niet? Ja, nee, het gaat serieus. Okay. Goed opletten waar ik loop. Oh, dit is een zonnetje. Kijk daar. Oh, jee. Wil je iemand K2 meter vasthouden? Nee. Ik hoorde. Nog niet. Volgens mij was K2 op zoek naar K3. Dit is zo jammer. Oké, wij zijn met jullie. Ja. Wij gaan met jullie mee. Achterbij.
Lady Boswater. Ik lach mijn pijn weg. Ja. Normaal waren we al drie keer weggerend. Hè. Dat is wel waar. Mijn stoel dan. Oh, yo. Daniel, ga er eens op zitten dan. Ben jij helemaal lijp je hoofd geworden in zo'n mafkees? Gek. En heel klein. Mafkees, gek. Normaal, wat? Die deur ging open en dicht. Welke? Ja. Die daar aan de linkerkant. Ja. Ja. We hebben ook foto's gemaakt van een kast die daarin staat. Daar stond iets in de kast ineens. Terwijl als je nu gaat kijken, dat staat gewoon helemaal achter. Ik had kippenvel over mijn hele lichaam toen hij dat zei. Deze deur was aan het... Ja, we een klappen. Ook al was het alsnog heel erg spannend, waren we gek genoeg niet zo bang als normaal, omdat we voor ons gevoel een soort van begeleiders bij ons hadden. Het enige is dat ze ons later in de video banger maken dan ooit, eigenlijk. Maar Erik, in deze kamer had ik geen chillen van. Het is een rare kamer. Hij zei dus dat in deze kast dat er een schim stond. Glas. Wat was? Niemand was er voor glas. Ja, daar lag ik. Ik trapte net in glas. Wat? Maar hoe komt dat glas? Bedrog. Wacht even. Bedrog, het is goed. Man. Maar ik liep net over glas heen en hij zegt net ineens glas. Zei hij net iets? Ja, dat is glas. Hij zegt ja. Glas en bedrog, bro. Bedrog? Ja! We waren nu onderweg naar de eerste goede plek om te proberen te communiceren met geesten. De ijskast stond de vorige keer in die vanzelf open. Eén keer liep ik langs en niet. De vorige keer daarna stond die gewoon open. Wil je herkomt? Lekker man. Jij bent te veel aan het spelen, hoor. Ik moet niet volk uitzien, toch? Hey, oh mijn god, er zit een slak op de fucking camera. Oh. Stappen en wat? Achtervolgt. Oh mijn god. Lul niet, zei hij dat? Wie zeg je eerder? Dat zei hij niet. Dit zijn drie woorden. Ik voeg het je voor, man. Maar het zijn ook de woorden. Bedrog en achtervolgd zijn niet de meest chille woorden. Ik zeg je eerlijk. Het zijn van alle woorden die hij kan zeggen. Speel. Ik denk dat het kind ook hier is. Jij bent te veel aan het spelen, hoor. Ik moet niet volgen. Je was net mee aan het spelen. Het kind. Maar mijn buik. Oh ja. Wat staat er? Bro, laat hem lopen. Hij is al gevallen. Oh mijn god. Ik ben wel bang voor spinnen, dus je spint. Die stond. Er zitten heel veel muggen erboven. Er zitten zoveel muggen hier, oh mijn god. Wat doe jij, bro? Wat? Wil jij ruzie of zo gaan? Omhoog. Olivia. Ja, ik had omhoog, dus we moeten toch echt naar boven. Niet! Omhoog. Ik zal het zo laten zien op de. Omhoog? Maar ik vind het niet goed. Kom snel omhoog, dan gaan we boven praten. Gaan we nu omhoog? Hè? Waarom zegt hij omhoog dan? Zou we niet weten. Dat is allemaal rug. Ja, man. Holy shit. Daar word je geen ruzie mee. Hier word je niet slapen. Zo. Nee. Oké, okay, laten we naar boven gaan. In al die kamers staat ook echt een random voorwerp midden in die kamer. Ja. Zoals hier ook. Of niet? Een koelkast, een stoel. Safe. Kijk daar. Ziek beest. Oh mijn god. Ziek beest. Oh, dat is een vogeltje. Nee, een vleermuis. Is dat een vleermuis? Ja. Zag je hoe lijf dat ding afging net? Ik doe niks, hè? Nee, inderdaad. Kijk, draai mijn telefoon weg. Ja. Wat zou dit kunnen zijn nu dan, denk je? Iemand wat erbij staat, iets wat erbij staat. Staat iemand hierbij? Staat er iemand nu bij ons? Hoogstwaarschijnlijk wel, misschien dan denk je dat. En hij blijft ook staan? Ja. En nu doet hij niks meer. Sorry, dat. Wat hebben jullie de vorige keer? Hebben jullie iets waargenomen hierop? Ja, sowieso is alles meestal naar de hand op beeld dat je ineens die schimmen voorbij ziet gaan. Voor allemaal. Maar dat zie je pas thuis. Maar dat zie je alleen op beeld dus. Dat zie je alleen op beeld. Ja, beeld. Dus wij kunnen het nu zien, maar als iemand dit op YouTube nu kijkt, dan kan hij het wel zien. Dan zou hij iets kunnen zien misschien, wat jij niet ziet. Oké, we gaan naar boven, maar dit is dus waar het meest, zeg maar, waar ze het meest hebben waargenomen.
spiegel hier ook. En wacht, ik wil wat vragen. Ik heb nooit echt iets geks teruggezien, maar in één video, toen waren we in een verlaten stad. Ja. En daar lopen wij en daar hoor je gewoon op beeld, hoor je opeens iemand zeg maar zeggen hallo. Bro, no cap. Hallo. No cap. En die andere... Gewoon echt heel duidelijk. Wat is dat? Ja. In dat Doel. Dat noemen ze een EVP. En wat? Een EVP heet dat. Dat is een Electronic Voice Phenomena. Dat zijn dus die fluisterstemmen die je dus binnenkrijgt, ook via ook op je camera. Wij hebben dat in Chartreuse, waar jullie ook zijn geweest, waar we elkaar toen tegenkwamen. Ja. Daar hoorden we sowieso die kinderstemmen, die hadden we gewoon op camera staan. Later stuurden ze mij deze video als bewijs. Je hoorde het echt super duidelijk en wij liepen daar maar we hebben niks gehoord. En toen op YouTube zag ik een comment van jou, je hoort iemand hallo zeggen. Ja. En toen, je hoort heel duidelijk iemand hallo. Voorzichtig. Ja, ga. Oh, ik ben hier helemaal klaar mee. Doe voorzichtig. Ik heb kippenvel. Nee, hou je fucking kippenvel. Ik heb kippenvel. Ik heb echt kippenvel op mijn hele lichaam. Ik ook, aan jullie dat zei. Mag ik nog iets vragen? Hebben die geesten hier paaltanslens gehad? Ja, hou op. Dat voegen wij dat ze voor. Je moet het zo bij de hand doen, Sean. En nu kwamen we bij de kamer aan waar we ons eerste contact gingen leggen. Pas op met de plank. Wat is dit? Café gedeelte. Dit is een café? Ja. Is dit de bar? Ja, dat. En weer staat er gewoon een random stoel in het midden. Wat ga je nu doen dan? Zij doet de koptelefoon op. Er zat een rempot erbij. Ja, dit is een rempot. Oh, dat is die pot. Dit is wat hij eigenlijk doet. Die maakt een magnetisch veld. En op het moment dat je in de buurt van de antenne komt, dan gaat hij gewoon af. Waarom wordt mijn camera nu niet meer scherp? Oh, hij is weer met die mogel. Vroeger hadden ze ook wel eens een instrument daarmee. Hadden ze zo'n hele lange antenne en dan kon iemand echt zo'n muziek daarmee maken door zijn hand in die bubbel zeg maar te geven. En dat ben ik niet. Waar zit die vandaan? In niet. Niet. Ja. Niet. Oh mijn god. Waarom stopt hij niet? Oh. Hij daar nog in de buurt zit, nu stopt hij. Nul. Dus we kunnen gewoon vragen. We kunnen gewoon vragen of hij het aan wil raken. Nee, nee, dat niet aan Pix. Oh, niet Pix. Nee, dat tafel. Dus op tafel. What the fuck, ouwe. Zijn die tafel? Ik ben er helemaal klaar. Dat meen je niet. Ja, hij staat tafel. Hé, luister. Dus dat ding dat gaat net af terwijl hij op die tafel staat. En hij krijgt een woord binnen erop, tafel. Ja. Dat kan niet. Dat kan niet, ouwe. Dat kan niet. Hoe kan dat? Dat kan niet. Dat is toch niet dat valt niet te verklaren. Een app kan het niet weten. Het was gewoon niet fake, ouwe. Nee. Het was gewoon echt zo. Dit is een spiritbox. En een spiritbox is gewoon een programmaatje wat heel snel door alle radiozenders die die binnenkrijgt heen sweept. Oké, het werkt als volgt. Eén iemand gaat zitten met de koptelefoon op. Vervolgens hoor je in principe door die koptelefoon alleen maar ruis en een soort vage radiozenders. Heel af en toe kan je opeens een woord horen. Zodra degene met de koptelefoon op het woord hoort, moet hij hem hardop zeggen, zodat de rest hem ook kan horen. De persoon met de koptelefoon op kan de rest totaal niet horen, omdat het super hard geluid is. In principe is de theorie dus dat geesten woorden kunnen stoppen in de koptelefoon via de radiofrequenties. Vervolgens kan de rest eventueel vragen stellen aan de geest en die kan hij dus beantwoorden via de persoon in de koptelefoon. Oké. Wacht, stil. Krijg ik 1 miljoen abonnees? Hoi. Oké. Hallo? Misschien even goed eerst. Even. Sorry, ik bedoel inderdaad hoi. Doei. Dus de geest zegt doei. Ja. 7. We zijn 7. Je hebt 7 ton abonnees. Ik heb 700.000 abonnees. Ja, maar... We zijn met 7, grap. Oh mijn god, we zijn met 7 man. 7 man. Avond. Ja, het is avond. Ga. Je kunt gewoon nog doorvragen. Zijn ze nog? Vraag over Daniel. Zijn blijf jij haar filmen. Achter. John, jij moet filmen. Close-up. Nee, grap. Vraag op Daniel. Nee, kap. Nee, laat haar het afdoen, ik zeg je eerlijk. Nu door. Daniel. Jongens, we moeten rustig blijven. Achter je? Nee. Wie is achter ons?
Ik? Jij. Wie ben jij? Kun je me de naam geven? Nee, ik kan. Nee, kap. Hoeveel zijn er? Dingen staan achter ons. Hoeveel zijn er hier? Acht. Nee, dat klopt. Acht. We zijn met 7. Wat de fuck, 7 plus 1. Wat is er buiten? Lopen. Nee, ik mag niet. Moeten we naar buiten lopen? Ja, ik wil weg. Ik wil echt niet meer. Niet in dit gebouw. Loop jij buiten? Bang. Ben je bang? Ja, Daniel. Of ben je bang? Wij doen niks. Hoor je dat? Ik hoor een geluid. Hoor je dat? Nee. Ik hoorde daar achter een geluid. Ik ben helemaal klaar. Nee. Ik zweer, ik hoor daar glas van. Hey, ik zeg eerlijk, ik zeg ook, eerlijk. We moeten dat nee, wel lossen. Ik zeg je eerlijk. Stop met praten, stop met praten. Wat wij willen, we willen weten wie je bent. Verdronken. Wat jij zei. Kijk, wacht, laat even niks terugvragen. Kijk wat ze zegt. Achter je. Nee. Oh. Kapen gaan. Ga weg. Ja, nee. Oké, ik ga weg. Ga weg. We gaan. Ik wil daar echt niet. Ik wil gewoon gaan. Als hij zegt we weg moeten, wil ik weg. Uit dit gebouw. Ze kunnen ons niet zien. Ik ben ook al benieuwd. Ik ook. Hoe oud ben je? 10. 3. 13. Ga weg. Ja, dit is klaar. Tweede keer. Moeten we gaan? Waarom wil je dat we weggaan? Nee, je hoeft niet te gaan. Bro, waarom praat jij? Nog stil? Of gooi je het iets om? Nee, waarom zegt het dan? Waarom zegt het dan? Ik vind het nou, achter me, wat is achter me? Mooi. Mooi. Dat ging sowieso over mij. Ik wil eigenlijk wel wat zij hoort. Ik vertrouw het eigenlijk niet. We wilden het nu zelf ook proberen, alleen het schijnt best wel moeilijk te zijn en best wel wat oefening te kosten om het ook echt goed te kunnen horen. Maar later in de video lukt het ons iets te goed. Ik ga dit ding op doen, maar even geen fucked up vraag. Ik ben echt even serieus. Okay. Even luister, als je me redt, ik buk jou. Ik was toch serieus dit. Maar nu moeten we echt geen grappen maken. Uiteraard lukt dat heel goed. Is Daniel onder de 1,80 meter? Ik versta er helemaal niks van. Je hoort niks van. Hoor je niks? Jawel, maar ik versta er het kut van, zeg maar. Focus even. Ja, Siebe. Oké, wacht, stil. Is Siebe een vosje? Ja, druk het toch heel hard. Wilt Siebe meer statusvergoeding? Oké, laat mij. Oké, Sjaan. Ik versta het niet, ofzo. Oké. Okay. Als Stefan serieus kijkt, kijkt hij dan een beetje schul. Jongens, laten we even serieus vragen. Sta je nog achter ons? Bob, waarom vraag ik dat? Nee, je moet, misschien moet je minder gesloten vragen, maar... Stop. Oké. Waar staat... Hij zei drank en drugs. Ik wacht net zin. Het lijkt wel, ze worden alsof ik dat hoor, als we zeggen van gaat zo. Ik kan me helemaal afsluiten. Ja. Oké, ik doe mijn ogen dicht. En ik concentreer me daar ook eigenlijk op. Ah, ja. Ik moet eerlijk zeggen dat ik wel een beetje sceptisch was erover op dit punt. Maar toen ging Daniel nog een keer. En onthoud dat degene met de koptelefoon op echt niks kan horen. Dus ook niet welke vraag wij stellen. Je kan dus niks verzinnen. Je zegt puur wat je hoort. Hoe oud ben je? 10. Oh mijn god. Zei ze net ook. Dan krijg je de hele tijd door dat je verdronken bent. Waar ben je verdronken? Ben je hier in de buurt verdronken? Ik heb ook een kip verhaal. Ga weg. Nee, klaar. Nooit. Oh mijn god. Oh mijn god, ik heb helemaal kip verhaal. Het lukt gewoon. Oh mijn god, het lukt. Hoorde je dat echt? Ja, ik durf bijna... Maar hoorde je de eerste vraag die we stelden? Nee. Hij zei, hoe oud ben je? Je zegt 10. Als je ga weg, heb je toch ga, spatie weg. Ja? Ik hoorde echt En het leek echt op ga weg. Een soort van, ja, ik hou eng, zeg eerlijk. Maar ik ging echt, zeg maar, helemaal inademen. Alleen maar mezelf. Oh, jij gaat niet met ons mee terug. We gingen snel weg bij deze kamer. En gingen ergens naartoe waar de ghost hunters eerder al schimmen hebben gezien. Daar hebben we de schip, daar kwam de hoogte van de kind eigenlijk. Ze lieten ons deze video zien, die ze dus hier in deze kamer hebben opgenomen. Kijk maar goed en oordeel zelf.
Dat is in deze ruimte voornamelijk. Oké, dan gaan we gewoon weg van hier, toch? Ah, goed idee. Tuurlijk niet! Zullen we even luisteren? Ja, is goed. Oké, okay, let's go. Oké. Okay. Let's go, Jij ziet, pas op waar je loopt. Ja, ja, ja. Voor het gat. Ja, wij zijn zoveel verder kunnen vallen, ouwe. Ja, man. Hij ving zich op met zijn arm. Ja, man. Hoe diep is het hier eigenlijk? Je kan gewoon helemaal erin. Maar net als ik stond met mijn voet. Ja. Oh, pas op, hier zitten nog meer van die gaten, man. Jezus. Oh mijn god, dode vogels. Sick. We liepen nu ook langs het kasteel en hier voor ons was het meer waar schijnbaar een van de zonen in was verdronken. We kwamen nu aan bij een ander gebouw op de legerbasis en deze kenden de Ghost Hunters eigenlijk ook niet zo goed. En dit is waar het pas echt spannend werd. Ik kan ook hierin. Oh, daar heb ik een deur op gemaakt. Wacht even, even serieus. Geloof jij, jij bent de allernuchterste van de hele. Wijs. Ja, wij. Ik vind sommige dingen, ik geloof hem eigenlijk niet, maar sommige dingen zijn wel echt te toevallig. En een aantal dingen vind ik heel weird. Gewoon, dat je vraagt van die leeftijd en dan zegt Daniel 10. Ja, zo. Toch? Ja, toch? Terwijl Daniel heeft geen idee. We hebben gehoord dat je daar inderdaad... Je hoort niks. Als je het tegen je oren drukt, hoor je de anderen niet. En met die pot die afgaat, er stond inderdaad niemand bij. En hij gaat af en hij zegt tafel tegelijkertijd. Ja. Hij zegt de hele tijd niks. Dat soort dingen, ouwe. Ja, dan denk ik wel van, what the fuck, ouwe. Het kunnen wel energieën zijn. Ja. Het kan energie zijn dat helemaal niet op een geest lijkt zoals wij het kennen. Weet je wel? Ja. Oké, kom, we gaan. Ga naar boven. Sean, wat vind jij het hier eigenlijk? Ja, ik ben nu wel op mijn gemak eigenlijk. Nu wel, hè? Net, ik vond het moment met dat we aan het communiceren waren, dat was spannend. Dat was heel spannend. Ik bleef ook staan. Ik verroerde geen ding. Maar toen het over was, dacht ik wel van, oké, als we gewoon rustig blijven, is er niks aan de hand. Ja, toch? Voelt je wel iets veiliger of zo met deze mensen erbij? Ja. Raket. Ja. What the fuck, ouwe? Nee, joh. Vier raketten staat hierin. Ja, dat is wel fijn. Dat vind ik echt heel bizar. Oké, zullen we weer wat doen? Oh, jij hebt er zin in, hè, gat? Waar kunnen we het beste weer iets proberen? Hier anders, dat is een grote ruimte. Oké. Okay. Die is wat... Boven. Ja, ik hoorde het ook. Ja, dat is stap, toch? Ik zweer, ik hoorde het stap. Hoorde je dat ook? Ik ook, ik zweer het. Ik ook. Echt dit. Ik hoorde een stamp. Ik hoorde ook een stamp, hoor. Ik hoorde om het hoekje hier. Stil dan. Geen spijt. Ja, okay. What the fuck? Geen spijt. Dat vind ik niet eigenlijk. Oh mijn god. Ik snap er niks van. Ja. Zeg maar wat ik net tegen jou zei, van dat ik me op mijn gemak voelde. Is totaal weg. Ja, daar gaan we nog veel aan die idee. Dan vind je ten eerste dat het smoraal is. Nee. Oh mijn god. Dat is een hele grote kooi. Ja, dat is. Mooi, joh. Hier gingen we een tweede sessie doen met de koptelefoon. Okay. Klaar? Ja. Hoi. Hoi. Hallo. Ik ben die niet meis. Ryan. Is dat je naam? Brian. Ja. Wat willen jullie? Stampte jij net in die kamer? Ga door. Met wat? Spelen. Zijn we nu aan het spelen? Achter je. Ja. Raak dat ding aan dan. Die ja. Dat rode lampje. Buiten. Nee, hij staat binnen. Zwemmen. Wil je dat apparaatje eens? Zwemmen? Volgens mij kun je niet zwemmen. K-
Kun je het apparaatje eens aanraken? Achter je, zwemmen, buiten. Kom maar. Nee, wij komen niet zwemmen buiten. Bij jou is dat fout gegaan. Wacht, buiten. Ja. Spelen. Ja. We komen niet spelen. Ik wil dat jij dat rode lampje daar achter ons aanraakt. Nee, kun je dat voor spelen. Ons... Nee. Dat is spelen. Juist, dat is spelen. Goeie. Nee. Spelen. Stop. Nee, kap. Ik wil weg. Ik ben gone. Nee. Op rotte. Heb je dat op beeld? Klaar, stil uit. Cancel. Stop. Wacht even, jongens. Ik wil naar huis. We hoorden achter ons iets vallen, precies toen de geest ook aandrong om met ons te spelen. De geest was heel dwingend en kwam met veel informatie. Dit was voor Bianca ook erg veel. Wat is er? Ze zeiden echt heel veel. Ja. Was het veel? Heel actief. Ja. Ik zie het aan, ja. Dat is even... Heel veel energie. Enorm veel energie. Veel. Steve, we moeten hem opvangen. Ik durf echt niet meer. Wow. Ik zei, ik wil echt niet meer. Het is steen gegooid worden. Nee, maar ik wil echt gewoon. Als je klaar bent, dan ben je klaar. Niet iets dwingen wat je niet prettig vindt. Ik wil ook echt nog even. Ik wil nog een keer. Gaan jullie anders met hem mee? Ja, jullie kunnen alvast gaan. Zal ik hem anders even naar buiten? Dan kom ik terug naar de... Ja, dat is goed. Goed. Oké, let's go. Tot zo, boys. Als ze zo uitdagen, dan is er wat aan de hand. Ja, ze, ja. Hoe bedoel je aan de hand? Dan, zijn ze aan, dan willen ze wat meer, meer qua aandacht, dan zijn ze agressiever. Maar hoe bedoel je uitdagen? Dat ze zoiets doen? Dat ze steeds meer gaan eisen van je. Kom nu. Kom hier, kom naar mij toe, zoek mij. Ja. Je moet altijd weigeren. Nee, zij moeten naar jou toe komen, jij moet niet naar hun toe komen. Maar zeg maar, dat, wat je net hoorde, dat kan heeft zo gewoon iets zijn dat van het dak viel of zo. Het toch? Kan zeker van het dak een muis of zo. Nou, dit is geen grap, man. Dat was gewoon echt... Het is gewoon echt. De rest was er echt klaar mee. Maar Siba en ik wilden nog even kijken wat we konden tegenkomen. Misschien niet het beste idee. Je voelt veel energie. Ja. Je leeggetrokken. En daar denk ik ook een leeggetrokken. Als je in de kamer in komt en je hebt echt zo'n bedompt gevoel. Dat je de, ja, alles komt je tegen. Ja. Zoiets heb je daar. Ja. Ik voel me ook wel eens leeggetrokken. Is dat geen goed moment? Steef. Denk je dat een van ons nog koptelefoon heeft? Ik durf dat niet, denk man. Durf jij dat? Ik blijf wel bij je. Ik heb wel het gevoel alsof jij dat durft, man. Ik denk dat we het allebei even moeten doen, gewoon allebei. Oh mijn god, eigenlijk. Oké, zal ik het doen? Is goed. Er kan niks mee gebeuren. Okay. Nee, maar dat geloof ik. Ik bij je. En je kunt hem afzetten nu wel. Okay. Ja, oké. Hey, stel er niks voor. Kijk, als je zo meteen dit zit te editen achter je computer, voel je weer helemaal veilig. Exact. Net als mensen thuis die dit nu kijken met hun chips en zo achter je computer. Niet. Lekker makkelijk hoor. Hey, ja. Hallo. Hey. Laat ons maar, hier zo. Doe mijn jas uit. En klik even op de abonneerknop. Voels. Oh shit, ouwe. Ben je zenuwachtig? Nee joh. Oké, we gaan even kijken hoe lang dat dan. Ik ga ben je ready, Steve? Ja. Oké. Zit ik nou ook echt zenuwachtig voor? Dave. Wacht. Staat jouw naam? Buiten. Nee joh. Ja, wie zijn er buiten? Siebe. Huh? Zegt hij zijn naam? Oh mijn god. Mooi. Weet je wat van datum het is vandaag? Weet je welk jaar we zitten? Gaat het goed met hem? Met hoeveel zijn we? Ja. Wat? Nee, ik haal je eruit. Waarom? Omdat ik aan jouw houding merk tot ik toch niet prettig voel. Gast, je was helemaal ziek aan het ademen en zo. Huh? Echt waar? Ja, had je dat niet door? Ik heb niks door gehad. Lul niet. Ik zweer het, ik heb niks door gehad. Ik hoorde ook niks, hè. Ik hield het ding tegen, ik hoorde niks. Maar gast, je deed helemaal zo... Echt waar? Had je dat, lul. Ja. Ik heb niks door gehad, man. Hou je bek, maar, ik heb niet door. Maar zij, zeg maar, ik hoorde dat ik echt random shit zei. Maar ik zei op een gegeven moment mijn eigen naam. Ja. Nee, maar het gaat goed. Anders, ik voelde ook de hele tijd dat ik zeg maar in controle was, dat ik de koptelefoon af kon zetten als het even erger. Wil je verder? Ik wil nog best even door. Jij bent echt gek. Siebe is echt gestoord. Kom maar. Gast. Wat staat daar? Wat? Er staat niemand bij. Oh mijn god, ik heb echt kippenvel. Laat eens de ramp los. Kom dan. Gaan ze weg van het apparaat. Zeg je kom dan? Hier.
Oh mijn god, ik heb overal kippenvel. Nu ging letterlijk de rempot af, de K2 meter achter in de kamer ging af en Siebe zei allemaal rare woorden. Maurice ging even kijken of de rempot niet vast was gelopen, waarom hij hem zo tripte. Maar dit werd heel erg creepy. Waarom gaat hij... Blok. Alleen. Gaat weg. Doe weer opnieuw opstaan. Achter. Je. Nee. Oh. Oh, stop. Ik deed niks. Iets sloeg hier op me. Iets sloeg hier op. Wat? Wat? Ja, iets sloeg hier tegen. Dat was jij niet? Nee, echt niet. Ik zeg. Wat? Ik schrok hem wel. Iets sloeg hier op. Ik ben bang, man. Ik wil niet. Iets sloeg hier op. Ik filmde net. Nee. Ik filmde net die kant op, want jij zei achter je. Gast, dit ding ging de hele tijd af, hè? Ik zweer het, ging de hele tijd af. Ik hoor helemaal niks. Ademde ik nu niet helemaal gek? Je wordt gebeld. Yo, Sean. Yo. Yo, zijn jullie oké? Ja, we willen Daniel Boerik, die willen wel echt boeven, zeg maar. Oké. Okay. Nee, ik ben oké, okay, maar voor hun is het echt over. Oké, okay, we komen over 5 minuten, hè? Voorover? Nee. Ja. Oké. Okay. Wil je nog? Nee. Nee, ik ben wel klaar. Ik ben eerlijk wel klaar eigenlijk. Wat? Daag je uit. Hij zei, wil je nog? Ja, ik hoorde, wil je nog? Wil je nog? Zullen we gaan? Ja, ik denk dat het goed is, man. Dan? Hey, als we dit tegen hun vertellen, dan gaan ze denken dat ik bezeten ben nu of zo, man. Ja, man. Nee, we gaan. Ik denk dat zij gewoon weg willen. Ja, dat denk ik ook, man. We moeten gewoon ook gaan. En ik zeg je eerlijk, toen jij daar zat en ik voelde me echt een beetje in mijn eentje gewoon en ik keek zo achter. Ja. En... Precies toen we alles hadden gepakt en op het punt stonden om weg te gaan, gebeurde er dit. Toen voelde ik op die headset zo'n slag of zo. Verlaten. Oh, mogen ze niet verlaten. Nee, zegt hij dat? Nee, willen ze precies niet. Nu we weggaan. Ja. Ik krijg kippenvel, man. Ja, maar we moeten nu naar Daniel en zo. We moeten nu naar beneden. Ja. En wat willen ze doen, hè? Nou, laten we ze niet te veel uitdagen. Simon, jij bent al in een gat gevallen. Ja, gast. Schakelaar. Vervloekt. Vervloekte schakelaar. Zijn wij nu vervloekt, bedoel je? Nee. Ik krijg constant kippenvel. Als ik ze ook, hoort, ik ook. Ik heb een rilling van. Oh my god. Ik wil je weg, man. Ik ben klaar met. Geen club, man. Dit is echt niet nice, gewoon. Dit is niet nice. Oh. Opeens, dat ding zegt niet verlaten. Toen okay. Precies toen we weg wilden gaan. Ja, niet verlaten ze. En toen zei hij vervloekt. Toen we wegliepen. Nee. Letterlijk, precies dat. Ik wil dit niet horen. Nee, sorry. Dit is voor hem niet goed. Dit is nu eigenlijk niet een goed idee. Dus ik was bang, man. Ik zweer het, ik was echt bang. Ja. Steven is ook gegaan, hè? Het is hier ik niet ja, ik heb ook nog die koptelefoon opgehad, man. Steven heeft het ook gedaan. Ja, ik heb het ook maar gedaan. Maar dat was echt bizar, maar daar hebben we het later wel over, weet je. Ja, ik durfde het ook, 100%. Hé, nu we buiten zijn... Het voelt weer goed, man. Wacht, kom even erbij, jongens. Kom even erbij. Wat vond je ervan? Lijfste ervaring ooit. Echt? Ja, voor mij was dit ook wel een van de ziekste dingen die ik ooit gedaan heb. Ik heb nog nooit zoiets gevoeld in mijn leven. Maar wat bedoel je dan? Grap. Pure angst. Ja. In mijn hand stond nu met trillen. Het staat niet op beeld. Echt hij leuk. Ging bijna oud. Ja. Ja, op een gegeven moment, hij pakt mij daarboven. Hij pakt mij vast, zo. Ik zeg het. En ik moest hem echt een soort van omhoog houden, want hij ging bijna down gewoon. Nee, ik zat echt zo gewoon gebukt. Maar... Hij ging bijna down gewoon. Ik had iedere keer als er zo'n rare zin of woord kwam, dan kreeg ik een hele rilling gewoon. Ja, en dat heb ik nog nooit gehad. Ik heb dat ook nog nooit gevoeld. Dat gewoon echt letterlijk, dat je in zo'n film of zo'n rilling. Ik heb precies dat ik dacht, mooi, dit is heel duidelijk. Elk woord kan. Ja. Vooral bij dat gedeelte, bro. Waar alles zo snel ging. Wat? Normaal gaan we nu rennen als we dit horen. Ja. Geloof jij dat dit echt was? Laat het weten in de comments. En bij 30.000 likes gaan we naar een nog engere plek met de Ghost Hunters mee.